Gandhi said that at first they ignore you, then they try to destroy you, and then you win. Nou, leuk dat jullie er zijn. Voor de mensen die me niet kennen, hoi. En voor de mensen die me wel kennen, Dus... dan gaan we naar deze hoek toe. Hoi, alles goed? Waarom heb ik dit rode sjaaltje aangedaan, denkt ze vandaag? Nee, hartstikke leuk dat je er bent. Wat doe jij voor werk? Ook computers. Ja, dat is niet vreken. En die mevrouw die oogcontact probeert te vermijden, zeg maar. Die denkt, ik ga naar deze negen kijken hier zo. Hé, hey, dag Mauro! Kom ik in de gang tegen, ik zweer, hè. Ik zeg, hé, ik zit vandaag de hele dag thuis te luisteren hoe jij met je vriendin aan het vrijen bent en ik ben het gewoon zat. En hij, hoe kan dat nou? Ik werk de hele dag. Nou, prettig weekend. Ja, we zijn zo onzeker over onszelf dat we constant op zoek zijn naar bevestiging. Er zijn mensen en die flikkeren hun hele leven op Facebook. Ik heb een gast in mijn lijst, die heeft twee katten, Enzo en Blofeld. Sommige mensen kennen hem, maar met zo'n lul vind ik dat. We zitten nu in de zon, miauw. We eten nu brokjes, miauw. We drinken melk. Zo iemand gun je toch een soa? En als ik dat zie, verander ik er heel naar mensen. Dan heb ik gewoon zin om naar zijn huis te gaan met gehakt en gif en dat gewoon aan die katten te geven. En op Facebook, mijn katten zijn dood. En zo'n duimpje sturen. Chris vindt het leuk. Ja. Ja. Ja, ik moet door.